Nou, officieel bestaan we komende zondag 90 jaar. De vereniging is opgericht 5 november 1933. Dus dat betekent dat we zondag 90 jaar bestaan. En we gaan het vieren dit weekend. Met name op de zaterdag. Zaterdag beginnen we met de jeugd. Met een etalagespeurtocht in Haarsbergen, in het centrum van Haarsbergen. Want het aantal winkels in Hoeve is vrij beperkt. Daar zijn we vrij snel klaar. En daarna gaan we nog even op de markt verzamelen. Daarna met z'n allen terug hier naar het Murgen voor een patatje en een frikandelletje en een drankje. En 's avonds is er een wedstrijd van Hoeve 2 tegen Diepenheim 2. En daarna is er hier een feestavond met een instuif, Rad van Fortuin, een feestzanger, een dj. En dan maken we er een mooi feestje van met z'n allen. Hoe zijn ze ooit begonnen? Dat is gebeurd onder leiding van pastoor Wirts. Dat was hier de bouwpastoor van de kerk. En meester van Groningen, die was hier aan de lagere school. En die hebben in eerste instantie Hoeve Vooruit opgericht. Nou, en daarna zal het zich verder ontwikkeld hebben. Dat heb ik allemaal niet zo meegekregen. Wel via papieren, foto's zag je wel, bestuursleden. Heel vaak zag je de naam Levering staan. Dat was hier een begrip. Die mensen hadden ook allemaal weer een bijnaam. Maar goed, daar gaan we nu niet mee vermoeien. Nou, hier zie ik bijvoorbeeld de eerste kleedkamers. Want hoe ze zich vroeger omkleden, dat weet ik niet. Of dat in keukens gebeurde, of op delen, of op... Ik weet het niet. Ik weet alleen hier, toen kwam ik in beeld, in 1958 ben ik lid geworden hier, met 12-jarige leeftijd. En toen voetbalden ze bij café, achter café Levering. En dat was één veld, daar moest alles op gebeuren. Zonder verlichting. Een kleedkamer, twee kleedkamers met een scheidsrechtershok midden tussen. En ja, zoals het toen was, hadden we het redelijk in orde. Een spoelbak, ja. Wat was de voetbalvereniging Hoeve Vooruit van de club? Dat was van oorsprong een katholieke club. En ik weet nog het moment, dat er woonde één gezin hier in het dorp. En die jongen was net zo oud als ik, die wou lid worden hier van de voetbal. Hij kon goed keepen. En toen is er een vergadering, een ledenvergadering geweest. En toen is toestemming gegeven dat hij toch wel gewoon lid mocht worden. Nou, en dat is langzamerhand is dat afgezakt naar een ja, gewone vereniging. Voor iedereen toegankelijk. Daar kwam in begin 70 jaren dus ook het damesvoetbal bij. In het verloop van de elftallen was dus het eerste, het tweede, het derde kwam, het vierde kwam. Toen kwam er op een gegeven moment 5, 6. En uiteindelijk hebben we 9 teams gehad. Er zijn er momenteel nog 4 van over. Ja, 9 teams. Ik heb ooit nog zelf nog even op de oude dag nog in het 9e gevoetbald. Ja. En ik had altijd een vaste plek in het team. En je speelde wat van... De spits. Ja. En als ik dan een paar kansen miste, nou, dan werd ik wel eens gewisseld. Maar ja, nou, dat hoorde bij het voetbal. Maar ik kon ook heel goed op de bank zitten. Dus daar heb ik nooit geen problemen mee. Theo Vriendink. Op dit moment ben ik leider van het eerste. En hoe is dat? Prima. Leuke jongens. Mooi team. Het is jammer dat hoeveel je degradeerd bent. We staan weer in een hele mooie klas. Vierde klas. En wie hoopt dat de video weer komt. Het zal niet meer vallen. Zwaar seizoen? Ja, zeker met. Anekdotes, ja. Tegenwoordig hebben ze het wel eens over de droogte. Maar dat was vroeger ook. De toenmalige voorzitter, Johan Kroeze, niet weg te denken hier in de vereniging. Die werkte toen, die was bij de vrijwillige brandweer. Nou, en dan gingen we hier s'nachts, achter het café was daar aan de overkant. Gingen we naar sproeien. Om de velden nat te houden. Die droge periodes waren er toen ook wel. Maar ja, er is zoveel veranderd in de maatschappij. Dus, en wat we bijvoorbeeld ook deden, voor een belangrijke wedstrijd tegen Bomboys was het een keer. Nou, het regende, er stonden plassen op het veld. Wij s'morgens de schop en de riek mee, de grepen. En aan het water afhalen. Ja, dat deden de spelers toen zelf. Ik doe het met plezier, ik doe het ook 10 jaar nu. Ik wil het eerst niet. Wat voor club heb je onder je hoede? Eerste. Daar ben ik leider van. Ik heb zelf een paar jaar in het eerste voetbal.
een jaar of 10. We begonnen in het 5e hier op de hoeve. En zo heen aan de boom mee werkt. Ja. Tweede. En toen ben ik naar het eerste gegaan. En toen ben ik naar het tweede heen. En toen ben ik 15 jaar voor de wees. In Enschede. Ik heb in Enschede gewoond. Bij Suresmarken. Ook zo'n clubje naar de hoeve. Gezelligheid en noem maar op. Ja. En toen ben ik hier weer gaan wonen. Mooi boeten af. Dik van elkaar. En ja, ik heb nog mijn zin hier. De toekomst, ja, het is spannend. Zoals de oud-leren al hebben gezegd, of gaan zeggen. De leraantallen loopt terug, met name in de senioren. Voor de jeugd hebben we de toekomst geborgd door de samenwerking met TVO. In de vorm van ZWO 23. Dat is een samenwerking vanaf de jongste pupillen tot aan de elftal onder 19. En wat het in de toekomst gaat brengen, of dat ook nog voor de prestatieelftallen, voor Hoeve en TVO gaat gelden, dat weten we nog niet. Het is in ieder geval niet uitgesloten. Op dit moment 2 uur hoogsparing. Je bent van de Boomboys komen. En die voetbalt nu hier. En die past zich keurig aan, en wie past zich aan hun? En dat is. Ja, super dikte vrienden. Of die de toekomst? Ja, poeh. Dat wordt lastig. Je moet boot worden, nee, noem maar op. Nog maar 4 senioren en elftal. Nee. Ja. En of daarom doen we ook samen geven met TVO, ik weet niet. De jeugd geeft daar samen. Nou, en dan kreeg je de hele ontwikkeling binnen de club. Dus in 1972 dacht ik ook, zijn we met een jeugdbestuur werd er toegenomen. Maar ik vond maar dat een vereniging maar 1 bestuur, dus met een jeugdcommissie begonnen. En de damesvoetbal kwam toen op. En de voetbalkampen kwamen toen, de eerste jaren zaten we in Vorden bij een boer. En nou, daar werd hooi, balen hooi kwamen daar in de stal. En daar lag je s'nachts op, man aan man. Zweten, draaien, elkaar plagen. De leiding ook, moet ik erbij zeggen. Dus het waren niet alleen de jongens. En de jongens, ja, het was een uitdaging dus om s'nachts kattenkwaad uit te halen. Maar daar kon je heel mooi mee omgaan. Vond ik altijd heel mooi. 25 jaar, denk ik, gedaan. Wat voor bering heb ik met de club? Ik ben ooit geboren in de regio Hoeve-Bekken-Maarsbergen. Dus over het grensgebied TVO, Bomboys en Hoeve vooruit. Mijn ouders hebben me destijds naar de school hier op de Hoeve gestuurd. Daar uiteindelijk ook lid geworden bij Hoeve vooruit. Alle jeugdhelftallen doorlopen. Voornamelijk bij de senioren in het tweede en in het vierde gevoetbald. Jeugdleider geweest. Jeugdcommissielid geweest, een tijdje naar Hengelo verhuisd, daarna weer teruggekomen, daarna ben ik penningmeester geworden. Inmiddels 24 jaar penningmeester bij de club en sinds het vertrek van Ludwig ten Broeke ben ik nu ook 3 jaar. En dan later kwam er nog zo'n gebouw bij met wasbakken daar in het bos. Toen werd het veld iets verlegd, kwam er een trainingsveld bij en langzamerhand is hier de bouw van het Murken begonnen. En die overgang is geleidelijk gegaan. In 1986 is volgens mij de hele vereniging overgegaan. Ja, hoe zie ik de toekomst? Het wordt allemaal moeilijk om de organisatie rond te krijgen. En ik vind echt wel een doorbraak nu zoals het hier met Bekken tot stand gekomen is. Dus ik heb de installatie meegekregen. Maar dat was prachtig. Ja, en toen dat gebouw ook gesticht werd, moesten dus geld bij elkaar komen. Nou, wij als iedereen moest dan maar rondgaan. Maar dat was echt wel vervelend bij bijvoorbeeld de eigenaar van dit voetbalveld, ja. Maar die nam het altijd heel sportief op. En zei gewoon, ja, ik geef niet wat nog begrip ervoor. Nou, dat was Café Leverink. Dat is ook echt blijven hangen, ja. Altijd gezellig. Ja, en verder, we zullen beperkt blijven qua niveau. Vorig jaar had ik goede hoop, de 4e klasse sterk begonnen, potverdikkie op het laatst. Ik denk dat het voor ieder lid verschillend is. Als je kijkt voor de jeugd, elftallen, waren het toch vroeger de kampen, de kampioenschappen die er bij de jeugd veel zijn geweest. Want voetbal is toch, je wilt iets vieren met elkaar en dat zijn toch wel de kampioenschappen. De vereniging is ook leuk omdat er ook nevenactiviteiten zijn, zoals al genoemd de kampen, maar ook de uitwedstrijden naar Schalke, georganiseerd door de activiteitencommissie. Was altijd een hele belevenis, zo'n groot stadion in Duitsland met braadworst, was geweldig.
Dus dat zijn wel dingen om bij stil te staan. Wat was zelf je mooiste punt? Nou ja, ik ben zelf kampioen geworden bij de A1 hier. Thuis tegen PH, 6-4. Was een keeper bij dat elftal. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja,